Buenos días, queridos seguidores del AZ Almar. Bienvenidos a Estepona. Estamos en el hotel Elba Estepona y estamos alojando a vuestro querido equipo AZ Almar. Ja. Zeker in deze periode dat de window open is, want dat wil je denk ik vragen niet. Jazeker, we willen vragen waarom Fred Friday is verhuurd aan Sparta. Pero bueno, no os preocupéis porque vuestro querido AZ Almar sigue teniendo unos fabulosos jugadores que son muchísimos y están aprovechando las instalaciones que tenemos aquí cerca para entrenar en su día a día. Nee, warm is het niet tijdens de eerste dagen van het trainingskamp van AZ in Zuid-Spanje. Bewolkt af en toe regen en een stief windje. On is een meerwaarde voor een ploeg, voor een elftal, voor een trainer. Met zijn persoonlijkheid, met zijn ervaring, om daar ook weer sturing aan te geven. En ja, ik hoop dat hij fit blijft, want dat is natuurlijk de eerste vereiste. En dat hij deze week ja, dusdanig kan instromen, zodat we hem ook in de training weer goed kunnen gaan gebruiken. Bueno, y detrás de todo este esfuerzo hay un gran trabajo de todo el equipo, empezando por el utillero Ari. Dit is de was van de ochtendtraining. Die hebben de jongens tijdens de lunch ingeleverd bij mij. En dan heb ik ingeleverd bij het hotel. Dan krijg ik het schoon terug en nu maak ik weer nieuwe setjes voor de training van morgenochtend. Zo jongens, kijk eens even. Volgende gezicht. Ja, af en toe moet ik ze achter ze vooraan zitten. Moet spullen inleveren. Dus af en toe moet je gewoon streng zijn? Af en toe wel, ja. Het zit totaal niet in mijn aard, maar het moet. En wie zit je nou het meest achter de vooraan? Ja, dat is echt verschillend. Het zijn vaak de oudere spelers in plaats van de jeugdspelers. Ja? Ja. Kom op. Ach, Jezus. Dankjewel, jongen. Wat zeggen ze? Van de jeugdspelers hebben ze alles kunnen inleveren in de was. Ik zei, ja hoor, geen probleem. We moeten het nu inleveren, anders hebben we een probleem. Hola. Hola. Gracias. Gracias. Ja, nu inleveren, jongens. Hola. Hola. Dankjewel, Owen. Ja. Dankjewel, boys. Por supuesto, los jefes estarán muy contentos de el desempeño que ha tenido vuestro AZ Almar en la primera mitad de la temporada. De hecho, Max y Robert nos acompañan aquí por ese motivo. Weer laten zien en nou, er is nog geen wedstrijd gespeeld, dus wat dat betreft moeten we eerst het tweede seizoen zelf nog beginnen. En ja, zijn we natuurlijk ook benieuwd of de lijn die ingezet is in de eerste helft, of we dat kunnen continueren, want uiteindelijk bepaalt dat of je een geweldig jaar hebt, ja of nee. En Elba Estepona, Gran Hotel Antalaso Spa, estamos muy orgullosos de alojar con nosotros a la AZ Almar y dos de los chicos os van a enseñar nuestros puntos fuertes en los entrenamientos de pretemporada. Hallo dames en heren. Welkom bij het Elba Hotel. Dit is Owen. Dit is Panta. En we gaan jullie een rondleiding geven. Kom maar mee. Kijk, hier is de receptie, de lobby eigenlijk. En zie je hier Joris, die is aan het bellen. Zaken aan het regelen, denk ik. Daarboven zie je Tijani interview geven. Kom maar mee. Zoals jullie zien, dit is ons dagelijkse schema. Het begint best wel vroeg trouwens. 7 uur moeten we wakker worden. Na 7:30 morning run staat hier. Kom ik bijna niet mijn bed uit in de ochtend hoor. 7 uur op. Hangt vanavond hoe laat je slaapt. Ik ga wel op tijd slapen. We zijn aangekomen bij de eetzaal. Hier zitten de jongens. Ik denk dat het nu veel meer gemixt is dan de laatste jaren. Want toen zat altijd oud bij oud en jong bij jong. Ik denk dat het nu veel meer gemixt is. Daar, hierachter, zitten de trainers. En waar zit jij? Ik zit hier aan de kop, hè, natuurlijk. Als leidend van deze tafel zit ik hier aan de kop. Proost, hè. Hola! Todo bien! Ja. Soy Giselia! Ja, zij vult bij, dus als wij iets nodig hebben, dan is zij er voor ons. Opnieuw, 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 opnieuw. We zijn aangekomen bij mijn kamer. Ik hoop dat het geen rommel is of zo.
Want ik weet het niet, Myron, ik slaap met Myron. Dus ik weet niet of die het heeft achtergelaten hier. Sowieso Roman, 100%. Myron! Boadu! Hier spelen we altijd spelletjes op de PlayStation, FIFA of UFC. En eigenlijk met alle spelletjes win ik wel van hem. Alleen hij wordt er wel beter in, vind ik. God, Jezus! Kom maar mee naar de massageruimte. Dat is de plek waar ik eigenlijk nooit kom, dat weten jullie. Hier zijn we bij de fysio. Ja, we komen weer Joris tegen. Dat is echt ongelooflijk. Daarachter Leroy, onze assistent trainer. Die heeft een beetje last. Wordt behandeld door Rob. Dit was de rondleiding van Owen. En van Panta. Ik hoop dat jullie hebben genoten. We moeten zo gaan slapen, want morgenochtend moeten we weer vroeg op. En we zijn bezig om ons klaar te stomen voor het tweede seizoen zelf. Je weet toch. Je weet toch, sterk gedaan. Bueno, y recién ascendido del segundo equipo de la Z, tenemos a Tijani. Voordat we ingaan in deze reportage op de kunsten van de voetballer Tijani Reinders, eerst even aandacht voor zijn naam. Waarom heet de geboren Zwollenaar Tijani? Ja, dat is een goeie. Dat, ja, mijn ouders... De voetballer Tijani Babangida, ja, die zagen het toen en ja, die vonden het een mooie naam, dus vandaar. Nou, dan betekent ook dat je wat plaats over hebt. Nou, daar kun je dan een invulling aan geven met jongens die we met z'n allen, en zowel met Martin als Danny, de trainers van de belofte. Ja, dat is zeker waar, dat weet ik zelf ook. Daar ben ik ook zeker mee bezig en ja, ik hoop dat ik dat zo snel mogelijk voldoe. Debemos decir que la verdad es que los chicos están super en forma y esto se lo debemos a Nils. Y gracias a su gran esfuerzo porque su día empieza realmente pronto. Mannen, een hele goede morgen. We gaan een stukje weer rennen. Mooi parcoursje. Geniet ervan. Kijk om je heen. En uiteindelijk eindigen we weer in de tuin. Kom. Ik probeer spelers fysiek beter te maken en ze heel te houden. Nou, wij doen dat in 3 sessies op een dag. In de ochtend is met name een zorgsessie, waar we de spelers in kaart brengen hoe ze ervoor staan. Preventieoefeningen om te zorgen dat ze heel blijven. 9, 10, andere kant. De tweede training is een veldsessie. Daar proberen we hard te trainen. Daar is ook geen ruimte meer om zorgzaam te zijn. Daar moet gewoon gepresteerd worden. We doen veel fysieke arbeid, waar we in de middag ook mee verder gaan. Okay, leg hem op mij. Omhoog, omhoog. Leg hem op mij. Hier vandaan. Laat hem omhoog doen. Wij spelen vorig jaar 55 wedstrijden. Daar komen we dit jaar niet bij in de buurt. Dus wij zullen het trainingsprogramma neer moeten leggen om dat voor elkaar te krijgen. Wat met zich meebrengt dat spelers meer een grotere vermoeidheid tot zich hebben. Nou, dan moet je als club wel volledig erachter staan dat je een heel hoge intensiteit vraagt. Waar de kans aanwezig is dat je minder presteert in wedstrijden. Nou, dat moet je slim aanpakken, strategisch slim aanpakken, zodat je allebei hebt en heel hard traint. En toch fris voor de wedstrijden bent. En hoe kijkt AZ daar tegenaan? AZ heeft heel duidelijk de ambitie uitgesproken om in 3 competities te kunnen strijden. No queremos olvidar el talento de nuestros peques de la cantera, con Kenzo y Thijs, que perfectamente podrían ser mis sobrinos. Het is wel zwaarder dan bij eigen team, maar het is wel echt beter voor je lidmiddel meer van dan dat je bijvoorbeeld de trainingen gaat doen waarbij je nu volledig wordt onder druk gezet en dat je bijvoorbeeld een vorm iets anders doet bij je eigen team. Maar het is wel heel goed voor je. Het is leuk om mee te doen. Nou ja, ik heb wel door dat die jongens misschien iets meer fysiek wat verder zijn. Dat is gewoon zo. En ik ben ook nog, ik ben niet de grootste, ook niet in mijn eigen leeftijdslichting. Maar ja, voetballend probeer ik gewoon mijn best te doen. En dat doe ik altijd. En als het dan goed gaat, ben ik blij. Maar of ik volledig mee kan doen, ja, weet ik niet. Ik probeer het en het gaat wel goed. Bueno, y aquí finaliza el programa. Desde el Hotel Elba Estepona os deseamos muchísima suerte la semana que viene contra el Utrecht.